Stijn, welkom bij Security Bootcamp. Misschien kan je even voorstellen. Ja, zeker en vast. Bedankt om hier terug te mogen zijn, Marco. Ik ben Stijn Rommens en binnen Bluecoat ben ik verantwoordelijk voor de system engineers in het cloud security gedeelte. Stijn, wij stonden hier vorig jaar ook met nog een vrij nieuwe term, Cloud Security Access Brokers. Inderdaad. Vandaag de dag lezen we het in Gardner, IDC, Forrester. Je kan er niet meer omheen. We zien in Nederland veel meer awareness. Mm-hmm. Dat zie jij ook? Dat zien wij zeker. En wat er ook naar voren komt, merk je dat eigenlijk er een grotere awareness komt. Niet alleen van het feit CASB, maar dat het totale cloud security stukje eigenlijk naar boven komt. Hè. Men kan het niet alleen meer terugbrengen op shadow IT. Dat was het buzzword ook van vorig jaar. Ja. Hè, waar men eigenlijk wilde achterhalen welke SaaS-applicaties zijn er op dit moment in gebruik. En vandaag de dag moeten we stellen dat eigenlijk ongeveer iedereen wel weet dat men daar aan kan gaan werken. Maar dat de volgende stap is om dat ook te gaan beveiligen. En daar moet je eigenlijk naar integraties gaan kijken. En dan kan je ook eigenlijk de inschatting maken. Hè, want vorig jaar stond ik hier als Elastica. Vandaag sta ik hier ook als Elastica, maar deel van Bluecoat. En dan merk je eigenlijk de integratie die aan het gebeuren is van zowel het stukje audit, dat moet kunnen afgedwongen worden ook op bijvoorbeeld policy. Hè. Je mag er of je mag er niet naartoe. En als je er naartoe mag, dan moeten we het ook op een veilige manier kunnen gaan doen. Stijn, ik draai hem even om hè, voor onze klanten. Ja. Als ik nu geen Cloud Security Access Broker oplossing implementeer, als ik dat nou niet doe van Bluecoat, of welke leverancier dan ook, wat heb ik dan niet? Waar zit mijn probleem? Ja, ik denk dat je twee type problemen gaat hebben. Je gaat enerzijds een compliance probleem hebben en anderzijds een security probleem. Het compliance probleem is eerder iets van naar de wetgever toe, naar de beleidsmakers toe, maar ook naar uw eigen community, naar uw eigen klanten, naar uw eigen medewerkers toe, de garantie kunnen bieden dat de data, ook de sensitieve, de publieke en de interne data, op een goede manier intern gehouden wordt, dus niet exposed is, om het mooie woord te gebruiken in het Engels. Langs de andere kant heb je het security probleem, waar dat er potentieel een aanval zou kunnen gebeuren naar jouw cloud omgevingen toe. En dan spreken we vandaag de dag al niet meer alleen over man-in-the-browser attacks bijvoorbeeld, waar je misschien al wel eens ooit van gehoord hebt, maar je hebt nu ook man-in-the-cloud attacks, waar dat men eigenlijk bijvoorbeeld de fileshare zaken zoals een Dropbox, een Box, een Google Drive, maar ook bijvoorbeeld de OneDrive in Office 365 gaat infecteren, waardoor dat de data automatisch gesynct wordt naar een attacker. En dat zijn dingen die heel moeilijk te detecteren zijn als je puur zou op gedrag of op puur login-events zou gaan werken. Dan moet je echt naar gedrag gaan kijken. Dat is eigenlijk wat ik wilde aangeven. Oké. Okay. Voilà. Stijn, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.